Dit is Twee Vandaag op donderdag 25 mei 2000. Een hele goede middag. In de komende anderhalf uur ziet u bij ons nieuws, weer, sport en reportages. Na het halfsessionaal hebben we de volgende onderwerpen. Enschede na de ramp. Gevaar vuurwerkopslag onderschat. Goede raad was geweest om dat als de donder te ontruimen en iedereen een goed heenkomen te doen zoeken. De Tweede Kamer was wel degelijk op de hoogte van onmogelijke opdracht van Dutch Bed in Srebrenica. En Libanon versus Israël na de bezetting. Keiharde confrontatie of versnelling van het vredesproces. Maar nu eerst het half zes journaal met Henny Stoel. NOS, het journaal. Dames en heren, goedemiddag. In Suriname worden vandaag parlementsverkiezingen gehouden. Verwacht wordt dat een groot deel van de Surinaamse bevolking zijn stem gaat uitbrengen. De hele ochtend probeerden kiezers nog aan oproepkaarten te komen. Internationale waarnemers zien erop toe of alles eerlijk verloopt. De stemprocedure is tijdrovend, maar zorgvuldig. De naam wordt afgeroepen, de oproepkaart gecontroleerd en met een vinger in de inkt wordt voorkomen dat mensen meerdere keren stemmen. Een 250.000 Surinamers gaan naar de stembus. Ze hebben de keuze uit 23 partijen. Winnaar wordt waarschijnlijk Nieuw Front, een combinatie van oppositiepartijen die willen afrekenen met het tijdperk Weidenbos en de economische en politieke crisis in Suriname. De kans dat de oppositie verenigd in Nieuw Front gaat winnen is vrij groot. Het is alleen de vraag of ze een meerderheid van 2/3 zullen halen in het parlement. En die meerderheid is nodig om meteen ook een president aan te kunnen wijzen. Premier Barak heeft een dramatische vredesoproep gedaan aan Libanon. Hij vroeg het buurland een bladzijde om te slaan en vrede te sluiten. Barak deed zijn oproep tijdens een bijzondere zitting van het parlement in het noorden van Israël, vlakbij de grens met Libanon. De zitting in de plaats Kiryat Shmona was bedoeld als steunbetuiging aan de Israëliërs die nu op steenworp afstand van Hezbollah-strijders leven. De plaatselijke bevolking probeerde een glimp van de zitting in hun gemeentehuis op te vangen. Parlementsvoorzitter Burk benadrukte dat de stad veilig is, maar de burgemeester van Kiryat Shmona eist meer dan beloftes. Israël heeft inmiddels zijn troepenmacht aan de noordgrens drastisch uitgebreid. De handelsbetrekkingen tussen de Verenigde Staten en China worden genormaliseerd. Daarmee heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden ingestemd. De weg naar een Chinees lidmaatschap van de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, lijkt nu open. De afgelopen 20 jaar stemde het Huis van Afgevaardigden telkens tegen het herstel van de betrekkingen met het communistische China. Omdat, zo zeiden de tegenstemmers, de mensenrechten in China niet gerespecteerd worden. De betrekkingen worden nu voor onbepaalde tijd hersteld en zullen niet meer elk jaar onderwerp van stemming zijn in het Huis van Afgevaardigden. Afgelopen vrijdag al sloot China een handelsverdrag met de Europese Unie. En nu is ook het laatste obstakel voor het door China felbegeerde lidmaatschap van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO, weggenomen. Kippenvlees is nog steeds erg onveilig, dat zegt de Consumentenbond op basis van een steekproef gehouden bij slagers, poeliers, marktkramen en supermarkten. In meer dan de helft van de gevallen bleek de kip niet vers of bevatte het vlees antibiotica-resten of ziekmakende bacteriën zoals salmonella. De Consumentenbond wil dat landbouwminister Brinkhorst snel maatregelen neemt. Het productschap vee, vlees en eieren zegt dat de kwaliteit van kip weliswaar is verbeterd, maar dat de verbeteringen niet ver genoeg gaan. Op de laatste dag van het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin zijn demonstraties vrijwel achterwege gebleven. Het keizerlijk paar bezoekt vandaag Leiden, Rotterdam en Apeldoorn. Keizerlijk en koninklijk gezelschap maakte vanmorgen onder meer een wandeling over een goed bewaakt Rapenburg in Leiden, de stad waar koningin Beatrix studeerde. Ze attendeerde het hoge Japanse bezoek op haar voormalige studentenhuis. De huidige bewoners van die studentenhuizen aan het Rapenburg waren bepaald nieuwsgierig naar keizer en keizerin. En dat was wederzijds. Ja, nou, het is wel heel grappig, want ze kwam echt heel dichtbij. Dus, en met Koninginnedag was ze net een stukje verderop, de koningin. En nu was ze een stukje dichterbij. Dus ja, we hebben een nieuwe vlag gemast, dus die kon nu meteen weer uithangen. Keizer Akihito is bioloog met een grote belangstelling voor vissen. In de Leidse Hortus Botanicus kreeg de keizer een plant, een ahorn. En dat is een plant die Nederlanders eeuwen geleden meebrachten uit Japan.
In Rotterdam tenslotte werd het keizerlijk echtpaar ontvangen op het stadhuis. Volgens burgemeester Opstelten deed de keizer Rotterdam aan vanwege de lange relatie tussen zijn stad en Japan. We hebben natuurlijk veel historische banden, culturele banden en vooral ook handelsbanden. Want Rotterdam, Tokio, Kobe, Osaka, om een aantal voorbeelden te noemen, hebben intense zakelijke banden met elkaar. Vanavond vertrekt het keizerlijk paar naar Apeldoorn, onder meer om een museum te bezoeken. Het weer nog, vannacht zijn er opklaringen, het wordt 6 tot 10 graden. Morgen begint met af en toe zon, in de middag neemt de bewolking toe en gaat het regenen, het wordt morgenmiddag ongeveer 18 graden. We zijn er weer om 6 uur, goedemiddag. Wij gaan verder met de volgende onderwerpen.